Dit zijn de engste glijbanen ter wereld. En kijk deze dan. Wow. Oké, daar kwam echt lijf veel water vanaf. En we gaan gelijk naar de volgende. En what? Wow, deze gast die sprong gewoon op dat bord. En oké. deze glijbaan is misschien niet zo bijzonder. Maar hoe deze gast deze glijbaan nam, dat was echt episch. Oké, en wat hebben we hier? Ojo, hij springt ook weer keihard. En oh, wow. Oké, oprecht, dat is best wel een enge glijbaan. Volgens mij kwam die gast gewoon echt 13 meter de lucht in. En dat is hoger dan het lijkt. Oké, we zijn hier bij de volgende glijbaan. En oh my god. Bro, ik ben letterlijk in deze glijbaan ooit geweest. Dit is een glijbaan in Nederland. Iedereen kent... Kennen jullie deze glijbaan? Ik wel tenminste. Ik heb daar ooit in gezeten. En ik zeg je eerlijk, als kind was het best wel creepy. Zeg maar, je ging naar zo'n zwart gat toe eigenlijk. Dat was een beetje hoe die glijbaan, zeg maar, voelde. Zou jij dit doen? Oké, wow, hij gaat heel erg hard. Oh, wat? Een looping in een glijbaan? Oh, nog eens over een of andere tafel heen. Nee, ik zou deze glijbaan niet doen. Ik zie zoveel manieren hoe dit fout zou kunnen gaan. Oh, je weet dat een glijbaan heel erg eng is als je in zo'n ding moet staan. Wat er dan gebeurt is dat zeg maar letterlijk de vloer gaat onder je weg. Deze glijbanen zijn gewoon next level. Deze gast is ook gewoon echt aan het stressen. Dat zie je gewoon. En weg is die. Ja. Dat ziet er niet uit als een leuke glijbaan. Zeker niet. Oké, wat voor glijbaan hebben we hier? Zo, daar gaat hij dan. Hoppa. Wajo. Wat? Hij was doorzichtig. Oké, dat was wel heel erg cool. Oké, hij gaat echt heel erg hard. Zo. Oké, ik denk oprecht dat hij gewoon bijna 80 km per uur ging. Dat was echt insane. En in een auto voelt dat niet zo hard. Maar in een glijbaan voelt dat heel erg hard. Maar zeker dat doorzichtige stukje, dat was ook heel erg cool. Oké, we gaan gelijk door naar de volgende glijbaan. Hij gaat van een of andere rails af en... Wow! Wat? Oké, waarom is het gewoon leuk om naar mensen te kijken die in een glijbaan zitten? Zeg maar... Ik weet niet waarom dit leuk is. Ik geniet hier oprecht van. Oké, deze glijbaan viel wel mee. Deze glijbaan was niet heel erg eng. Ik zou zeg maar in deze glijbaan durven. En als ik in een glijbaan durf, dan is het niet heel erg eng. Oh, maar dit soort glijbanen zijn altijd wel eng. En deze gast, die heeft een GoPro op zijn hoofd. Dus nu kunnen we precies zien hoe dat gaat. Oké, daar gaat hij dan. Wow! Oh my... Oké, ik wil niet weten hoe hard deze persoon ging, maar ik denk dat dat echt enorm hard is. Zeg maar, het nadeel wel aan deze glijbaan is dat hij letterlijk maar 1 seconde duurt. Letterlijk binnen een seconde en hij is beneden. Oh nee, oh daar gaat hij dan in de glijbaan en oh, ik heb deze al een keer gezien. Ja, dan gaat hij zo terug. Deze persoon komt vast te zitten in de glijbaan. Ja, dat is... Oh, dat is toch een nachtmerrie dat je vast komt te zitten in de glijbaan. Oei. En dan komt dus waarschijnlijk iemand anders dadelijk eraan. En die gaat dan vol tegen jouw hoofd aan. Scariest water slide in the world. Oftewel, de engste glijbaan in de wereld. Oké, ik ben heel erg benieuwd. We hebben hier een soort van POV. Oftewel, hij heeft de GoPro op zijn hoofd. Dus we kunnen precies zien hoe deze glijbaan gaat. Oh my god. Ik ben echt... Bro. Ik word echt keihard geprankt. Ik word echt, maar echt gewoon lijphard geprankt. Ik denk oprecht, er komt een super enge glijbaan. En ik word gewoon... Oh, we gaan snel door. Oké, wat hebben we hier? Dit is een waterpretpark in Turkije. En dit is een van de glijbanen. En ik zeg je eerlijk, die patroontjes zo, die zien er echt wel heel erg cool uit. Oké, waar gaan we heen? Wat? Oké, dat ziet er echt heel erg cool uit. Lijkt wel alsof je aan het dromen bent als je in die glijbaan zit. En dat was het eigenlijk ook. Ja, dat is niet per se super eng. Vooral heel erg cool. Oh, wat is dit? Is dit een zelfgemaakte glijbaan? Oké, dit kan nooit goed gaan. Oké, daar gaat hij dan. Oprecht. Voor een zelfgemaakte glijbaan ziet het er op zich best wel leuk uit. En de glijbaan die duurt ook nog best wel lang. Zo, hij gaat op zich best wel hard. Kijk dan, hij gaat niet heel erg stijl naar beneden. Maar hij gaat best wel hard naar beneden, zeg maar alsnog. Hey, ik zeg je eerlijk, voor een zelfgemaakte glijbaan, chapeau. Ik vind hem heel erg cool. Oké, wat hebben we hier? Oh, je weet al als je zo'n rails in het begin ziet, dat het een lijpe glijbaan wordt. Je weet überhaupt als je in zo'n opblaasding moet, dat het een lijpe glijbaan wordt. En daar gaan we dan. Zo, wow, zo fast. Jazeker. Oh nee, to the dark.
Oh nee. Ja, glijbanen waar het opeens donker wordt, dat is best wel altijd creepy. Oh jeetje, waarom laat je me nou schrikken? Oh, ik wil gewoon naar coole glijbanen kijken. Oh, we gaan snel door. Oké, wat hebben we hier? This may be the coolest water slide ever. Oké, laat het dan ook echt de coolste glijbaan ooit zijn. Wow. Oké, dit is spacend. Oké, dit is oprecht heel erg spacend. Wat? Oké, het lijkt letterlijk alsof we in een illusie gaan of zo. Hoppakee, geel, blauw, let's go. Oké, waar gaan we naartoe? Wajo. Oké, wat? Opeens ben je in een of andere witte kamer. Het lijkt letterlijk, zeg maar, het einde van die glijbaan leek oprecht alsof je in een laboratorium terecht kwam. Oké, wat hebben we hier? De tallest waterslide in Noord-Amerika. Oké, dit is dus de langste waterglijbaan van heel Noord-Amerika. This is epic. Ja, het ziet er zeker epic uit. Wow, so fast. Zo, what? Oké, dat zag er heel cool uit. Ja, die lichten waren heel erg cool. What? Oké, dat is lijp. Hoppakee. Besef hè, deze glijbaan duurt oprecht best wel lang. En hij ging echt enorm snel. Die glijbaan was echt enorm lang en heel erg hoog. Final step is to wet the sand. Oh, what? Oh my god. Dit zijn weer mensen die gewoon letterlijk zelf met de hand een glijbaan maken. Oké, dat is wel oprecht heel erg cool. Stel je voor, je hebt een zwembad en je maakt gewoon je eigen glijbaan erbij. Ja, dan ben je net zo gelukkig als deze man. Ik zweer het je, als ik mijn eigen glijbaan had gemaakt, zou ik er ook op deze manier vanaf gaan. Kijk hoe blij hij is. Bro, ik wil nu een zwembad met mijn eigen glijbaan. Kijk hoe hij chillt. Hoppa! Why, yo, deze man is next level. Oké, de Kraken Water Slide. Oké, in New York is dit blijkbaar. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Oké, hij moet zijn benen op die manier doen. En daar gaan we dan. Let's go. 3, 2, 1. Wop. Oké. Dit ziet er nog... Wow, wat? Oké, dat zag er heel erg raar uit. Wow. Oké, wat? Zeg maar, je zou verwachten dat je erin zou gaan. Maar het is gewoon puur om naar te kijken dat... Oké, so much fun. Zo, ja, dit dus. Waarom? Zeg maar, oké. Wajo, en dat was het. Dat was het ook. Oké, ik had wel iets meer verwacht, zeg ik je eerlijk. Ik had oprecht wel iets meer verwacht. Maar oké, heel erg cool. Oké, we gaan gelijk door naar de volgende waterglijbaan. En wajo, ik weet niet wat hier gebeurt, maar deze gast gaat echt enorm snel. Het lijkt oprecht alsof hij naar beneden valt. Gaat hij nou achterstevoren? Wat? Wajo, oké. Ik zeg je eerlijk, deze glijbaan ziet er oprecht heel erg eng uit. Oké, wat? Wat gebeurt hier allemaal? We zijn gewoon naar een glijbaan aan het kijken. Wat is dit nou opeens? Oké, nee. Ik zet deze video op pauze. Ik wil naar enge glijbanen kijken, niet naar enge filmpjes. Wat gebeurt hier opeens? Maar ik zeg je eerlijk, die glijbaan zag er wel heel eng uit. Daar ga ik liever niet in. Oké, going down the Time Warp Indoor Bowl Slide. Weer in New York, in datzelfde resort. Oké, blijkbaar als je dus een keer in New York bent... En je houdt van een waterpretpark, dan moet je eens naar deze toe gaan. Oké, wat hebben we hier? Oké, it's so orange. Ja, dat klopt, hij is oranje. Oh, daar gaan we dan. Zo, wajo? Oh, en nu ga je wel in die bol. De vorige glijbaan in New York ging je niet in die bol, maar nu wel. En kijk hem gaan dan. Oké, ik ben altijd zo bang bij dit soort dingen dat ik zeg maar vast kom te zitten. Dat lijkt me zo creepy als dat gebeurt, zeg maar. Zeg maar oprecht. Het duurt voor hem ook nog best wel lang voordat hij erin gaat. Oh, hij gaat er... Oh, shit. Hij gaat er achterstevoren in. Oké, hij draait zich snel om. Hij denkt, dat heb ik liever niet. Dat was het ook. Dat was het ook oprecht. Ja, oké, ik vind deze glijbaan wel cool. Hier is de POV. Oftewel, deze man, die heeft een GoPro vast. En dan gaan we dan van de glijbaan af. En wajo. This slide is so fast. Oké, ja, het ziet er oprecht wel heel erg snel uit. Dit is dus een 400 meter lange glijbaan door het bos heen. Oké, deze glijbaan is oprecht de coolste tot nu toe. Laat even in de reacties weten welke glijbaan jullie het coolste vinden. Maar ik vind tot nu toe deze oprecht wel heel erg cool. Kijk dan. Gewoon een halve kilometer lang bijna is deze glijbaan. Door de bossen heen. Hoe vet is dit? Oh my god. Oké, dit is wel heel erg cool. En hij gaat ook echt oprecht mega snel trouwens. Zo, je hebt zelfs allemaal fotografen aan de zijkant. Oh, yo.
Finally approaching the end. Oprecht, deze glijbaan duurt het langst ook tot nu toe. En is het coolste. Deze glijbaan heeft voor mij nu al gewonnen. That was epic. Dat was oprecht wel episch, ja. Oké, de Squidward Ball Blaster. Zo, deze glijbanen hebben allemaal wel coole namen. Van het Nickelodeon Resort. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Daar gaat hij dan. Hij zit in zijn opblaasding. En hoppakee, high five aan de mevrouw die er werkt. Let's go. En daar gaat hij. Bap, hoppakee, here we go. Oké, ik ben zo benieuwd. Oké, het ziet er... Wow, yo, what? Oké, als zeg maar een glijbaan dit heeft, vind ik het oprecht altijd wel cool. Ja, oprecht. Zeg maar, dit soort dingetjes maken elke glijbaan wel iets cooler. Inside the ball, let's go. Nou, ga je er nog in? Oh, hij dacht al dat hij erin ging. Nee, nog een rondje. Hoppakee. Ja. Hij heeft zo'n SpongeBob. Wow, yo. Even eerlijk, hij heeft gewoon een SpongeBob zwembroek aan. Hij heeft gewoon een SpongeBob zwembroek. Dat is wel cool, ik zeg je eerlijk. Nou, here we go now. Hoppakee, hij gaat erin. Let's go. Wow, yo. Oké, ja. Ik zeg je eerlijk, dat is oprecht wel een coole glijbaan. We gaan snel door naar de volgende. Over enge glijbanen gesproken. What the actual F is dit? What? Oké, dit is oprecht een hele enge glijbaan. Wat? Ik weet niet eens wat hier gebeurt. Bro, dit is gewoon te eng om nog na te kijken. Oké, dit zijn de engste glijbanen ter wereld. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je de video van gisteren zien? Klik dan snel op deze video. Ja, ik zeg je eerlijk. De video van gisteren is echt heel erg leuk. Dus check zeker even de video van gisteren. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik zeg Mick out.